spion uit Nijmegen op bezoek, hè? Ja, leuk. Hartstikke leuke man. Gewoon ook eerlijk. Ik zag hem natuurlijk wel. Dan ga je er even heen. Stel je elkaar voor. Hij is gewoon eerlijk. Hij zei, ik ga er niet om liegen. Ja, we houden wel in. We gaan niet alles blootleggen natuurlijk. Maar het is wel een echte strijd. Wij spelen hier voor Doetinchem en omstreken. En zij voor daar. Dus ze hoeven niet alles te weten. Hij was veel aan het opschrijven. Ja, nee, maar je kan wel dingen zien natuurlijk. Maar kijk, wij willen die wedstrijd winnen. En voor mij zijn er meer dan 11.000 kaarten verkocht. Nou, dat willen we graag zo houden. Hè? Dat de mensen gek met ons zijn en dat we met z'n allen hier die punten houden. Ja, daar laat ik wel wat dingen voor schieten. De training is natuurlijk openbaar, maar de Graafschap zie ik dan niet zo gauw richting de Goffert gaan in Nijmegen, of wel? Nee. Zo zijn jullie niet? Nee, maar dat is ook leuk. Ik kan het wel begrijpen. In de Eredivisie is het gewoon normaal. Hè? Dus de mensen hebben wel eens wat tegen op besloten trainingen. Maar ik weet dat heel veel clubs gewoon naar de tactische training mensen sturen. Dan weet je precies wat je doet. Dus het is niet dat supporters niet mogen zien. Maar je wil ook niet alles laten zien wat je tactisch traint. Dat is zonde. Dus je past het dan echt aan? Je gooit het om? Ja, mooi. Maar dat is ook de humor toch? Maar doe je echt? Ja, natuurlijk doe ik dat. Maar dat snapt die meneer ook wel. Ja, ik laat niet alles zien, maar ik kan wel dingen zien. Wat zeg je dan tegen hem? Nee, keurig. Ik zei, ben je van NEC? En hij zei ja. Nou, en dat respecteer ik, want dat vind ik echt heel netjes. En zo hoort het ook zijn. Dat is toch humor, dit? Prachtig, man. En een keurige man trouwens.